Dames en heren, een paar maanden geleden, om precies te zijn in december, hadden we weer een concert in Berlijn, een kerstconcert. En na afloop kwam een klein jongske naar mij toe. 2 jaar waren, de Akim. En dat is op zich niet zo bijzonder, want er komen dekstra kleinkinderen naar het concert. Die zitten dan op zoet bij de ma, vallen bij het tweede stuk in slaap. Waarom bij de toog heeft de wakker, hebben de luier volgezeten en hebben de avond van hun leven gehad. Maar zo niet Akim. Akim is de ganse avond wakker gebleven. En dan zag de volgende morgen tegen zijn ma, Akim ook kijken, wie André. En wat ik u genoeg kon vertellen, dat geluid gaan nemen, dat is echt gewoon. 2 weken geleden kreeg ik een brief van zijn lerares. Ja, je hoort het goed, lerares. Hij heeft namelijk een verhuur gekregen van zijn ma. En hij is naar de muziekzaal in Berlijn gegaan. En daar is gebleken dat het een ongelooflijk talent is. Er is wie in een raket omhoog gevlogen. En zijn allerliefste wens is het met mij en mijn orkest te kunnen samen spelen. Er is intussen 3. Sjus uit de luiers. En er is hij. Geef hem een enorm applaus. Akim Camara. Das ist fantastisch. Da hast aber schöne Schuhe an. Siehst du denn? Wow. Die sieht noch schöner als meine. Werde ich nicht mit dem Wassermann machen, finde ich. Ja. Dames en heren, hier kennen namelijk ook een truc met water. En die willen u zo'n keer laten zien. Hebben we een flesje water, jongens? Ja. Dat is niet te geloven, wat die jonkje. Hier, mag ik kan het nu even openmaken? Mag dat maar even in het boekje komen, ja. Dat is een zin! Aber nicht auf die Lampe. Da geht man. Ja, von dem hier auf. Okay, jetzt spielen wir ein bisschen. Ja, okay. Du machst, nachher darfst du wieder Wasser machen, ja? Okay. Dames en heren, stel te geren, Akim gaat voor u spelen dat violinconcert in G-dur, opus 11 van Ferdinand Küchler.
Dames en heren, wat dan ik het spelen? Ja. 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 Ja.